Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Talentenzee in de lucht. Harmonix in ergens in de zee. En ik denk dat Nando ergens in de lucht zit. Ja, inderdaad. Op Cloud 9, toch? Ja. Daar zitten we allemaal op, als we het heel graag willen. Ik ga vandaag naar de Spirit Tempel. Succes. Sick. Hey, dus klopt wel. Je bent in fucking lucht. Ja. Lucht. De Spirit Tempel is lucht? Of nou, luchtig. Hoe luchtig wil je het hebben? Nou, middelmatig luchtig, mag dat? Oh ja, dit was Cannon's shit. Middelmatig luchtig. Ja, dan ik kom echt met de meest rare woorden. Dat is net tegen luchtig aan, maar toch weer net niet. Ja. Weet je dat, weet je dat rare wat ook wat die Vla heeft? Net wel, net niet. Vla? Ja, je hebt luchtige Vla. Oh, dat bedoel je. Je hebt ook slagroom Vla en dat is gewoon stopverf. Ah, deze kech. Dat is goed voor behang. Ja, daarvoor gebruik ik ook stopverf, ja. Nice. Dus ga even naar de Albert Heijn, haal even wat... Nou ja, volgens mij slagroom Vla. Huppakee, je hebt meteen wat voor je behang. Oh mijn god, deze. Oh, ik word aangevallen. Go away, please. Door wat, god? Nee, door die groene dingen. Oh, ja. Dan moet ik de meest irritantste Skulltula pakken. Wat is de meest irritante Skulltula dan? Die in de desert. Ah. Ja. En dan moet het nacht zijn en die groene dingen die zitten continu op je af te... Mm-hmm. te rollen. Mag ik het raar vinden dat Ruto niet tegen normaal water kan? Het is vergiftig water, alleen zie je het nog niet. Maar Link kan er zonder... Oké. Nee, afvragen. Is Link dan ook vergiftig? Vraag ik me nu af. Ja. Wow, ik kan nu merken dat die game al 20 fps speelt. Holy shit, die Jabu Jabu lagt. Ik weet niet of de normale Ocarina nodig was, maar die heb ik nu. Tuurlijk, joh. Die heb ik ook, maar nee, die heb je niet nodig. Wacht, er staat dat ik hem... The fuck? Nee. Ja, soms moet je even nakijken of je trekker nog goed staat, want die zegt bij mij ook nog steeds van... Nee, je hebt wel... noem maar iets. Je hebt wel de egg, oké, maar dat heb ik niet. Oh, nee. Ja, elke keer ook als je die fucking trekker opstart al. Ja. Misschien moet de trekker iets meer zijn best gaan doen. Deck sticks, oké. Daar heb ik niet zo'n trek in. Waarom de fuck ben ik hierheen gegaan? En natuurlijk, de vorige keer kon ik hem niet halen met 10 dekker sticks, maar nu kan ik halen met 3 dekker sticks. Oké, helemaal top. Over wat heb je het? De boss van Jabu Jabu. Oh ja, daar was je mee. Alleen, ja, alleen dit keer was ik slim en ging gewoon jump attacken. Laat ik het zo zeggen, ik had gewoon moeten jump attacken. Shit happens. En een fucking Gold Skull Tula token. Oké, top. Hallo, Ruto. Kijken. Nou, kom maar door. Welke krijg ik de normale medaille? Wat krijg ik? De medaille die je nodig hebt, krijg je. Ik krijg de Forest Medallion. Ja. Oh, nou, Jabu Jabu. Nou. En dan was Child Link niks meer te doen. Nou, ik wou dat zeggen. Ik heb nog best wel wat te doen hoor, Shield Link. Ja, ik moet nog de bottom of the well doen. Dat is een van de grootste dingen die ik nog kan doen. Ja, haat al ik bottom of the well. Maar ja, daarvoor moet ik eerst Song of Storms gaan halen. Dus weet je wat? Storm, we gaan eerst vissen. Komt hij weer aan, we gaan eerst vissen. Ja. Maar ik ben de fisherman. Nee. Fucking God's Cultula. Nou, laat het zo zeggen, Nando. Jij bent weer de fisherman als jij weer een fucking Pokémon run hebt waar letterlijk 5 van de 6 Pokémon's een fucking water type is. Sowieso gaan we wel ooit binnenkort weer een Pokémon run doen, dus dat komt wel goed. Ik was trouwens voor de grap ben ik zelf een Pokémon randomizer run van Red aan het doen. Wat is mis met jou? Zo. En ik heb weer iets van... Ja. En ik heb weer iets van
3 water types. Dus het gaat goed. Wat zijn de water types? Slowpoke. Dat is redelijk. Gyarados. En Seedra. Oké, Seedra is... Ja. Het heeft Hydro Pump. Ja, oké, maar dat is het ook. Sorry, maar ik ben geen fan van Seedra. Kingdra, oké. Maar Seedra, nee. Ach ja. Ja, helaas is Kingdra niet in... Nee, klopt. Tenzij je Red 721 speelt. Ja, die heb ik ook wel eens ooit gedaan. De eerste starter die ik kreeg, Arceus. Ja. Yes, let's go. Kom maar met de game dan. Is het ook gewoon van, oké, weet je wat, ik start wel opnieuw. Nou ja, als je heel erg nonchalant Nuzlocke gaat doen, dan misschien dat die wel doodgaat. Wauw, dat kan. Ja, nee, bedankt. Ja, hè, eindelijk een key. Gewoon echt iets van 3 treasures die ik kon krijgen. Alle 3 geen key en nu pas krijg ik die key. Ja, maar dat is altijd zo. Yep, pretty much. Nou, gelijk weer door. Nee. Oh, fuck. Zit weer zo'n like-like. En mijn schild is weg. Like-like? Ja, like-like die mijn schild opeet. Hoeveel like-like-like? I do not like-like-like. Want nu moet ik weer mijn Hylian Shield equippen. Wat kunnen we ervoor zorgen dat je wel een like-like-like? Als de like-like-like niet mijn Hylian Shield opeet. Ach, dat, is dat likely? Sorry. Dat is niet likely, helaas. Shit. Dat was een slechte grap. Hij was toepasselijk. Dat wel. Oké. Okay. Oh, fuck. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nee. Dat is een nieuw. Dat een... Stout Child? Ik heb geen idee wat de normale naam is voor die fucking zombies. What the fuck? Dat is een spawn op de fucking brug. De brug? Welke brug? Ja, ik moest even naar Lake Hylia en dan ga je met de ladder omhoog en dan komt er opeens een freaking skelet uit de grond. Oh, dat doen ze wel hoor. Wait. Nee joh, dat is normaal. Geen stress. Denk je moeder weer een klusje voor je broertje heeft, Nando? Ik denk het ook, ja. Pak dat ding. Nee! Oh! Gaat weer goed, of niet? Ja, dus, zo'n masterhand die had me weer gegeven. Floormaster. Ja. Ik zit met die puzzel dat je die spiegel moet draaien voor de deur. Ik weet alleen niet of er maar 2 chests waren. Nee, er waren maar 2 chests. Hopelijk is hij zichtbaar. Ja, mooi. En dan krijg ik weer roepies. Ik hoor hem ook gewoon schreeuwen. Ja. Gezellig. Ja. Is altijd weer wat met die hond, hè? Denk je goed over na als je een hond neemt? Ja, daarom heeft hij allemaal katten. En er zijn geen kattenmens. Dus daarvoor heeft hij zijn zus en zijn ouders. Easy win. Hoef jij niks te doen. Nee, dat weiger ik dus ook echt. Ik doe echt letterlijk niks. Ik doe er echt niks aan. Ja, ik moet af en toe nog gewoon een hond uitlaten als mijn broertje weg is. Ja, maar dat is het hele ding. Je moet ook een hond uitlaten. Een kat hoef je dat niet te doen. Ja, maar de meeste hebben een kattenbak. Ja. Kattenbak verschonen, eten geven. Nou, katten zeiken stront. Meurt erger dan honden zeiken stront. Dus dat scheelt. Oh, maar niet eens. Godverdomme, wat meuren katten zeg. Qua... Mm-hmm. Maar ja. God, 43 skilltjes al ook eens. Alsof we nog niets genoeg hebben, joh. Ja, na 40 had je, na 30 had je toch niks nuttigs meer. Nee, klopt. Ja, dus je 1 skilltje dan nog die een bottel geeft, dus dat is op zich wel lekker. Hoeveel was dit? 5 pond. Nee, je moet 8 pond hebben. Nou, doe je dat even toch? Kijk. Godver. Voor mij gaat het super goed met haar, wat denk jij? Ja, super. Supertastisch, toch? Ja. Kijk, red ik you dat. You got a fish. Heb ik nu een derde bottle? Ja, ik heb een derde bottle. Woehoe! Feestje.
Als je trouwens met rechter muisknop op je bot te drukken, kan je ook zetten, al die games zeggen wat je erin hebt zitten. Ja, ik wil graag een driedubbele ferry erin. Is dat mogelijk? Ja. Vet. Kom op, rukvis, kom hier. Rukvis? Ja. Ja, ik moet rukken om aan de vis te komen, dus ja. Oké. Is dit 8 pond? Ja, dat is 8 pond. Kom maar door. Ben je als jong bezig? Ja. Meneer, wat krijg ik 8 pond? Prelude of Light, for fuck's sakes. Hé, kan je in ieder geval wel warpen? Ik kan dat nog niet. Wat gebeurt er nou weer? What the fuck? Ah, nou, de boel brandt af. Prelude of Light, welk nummer was dat ook weer? Boven, rechts, links, boven. Okay. Deze hier weer uit. Boven, rechts, links, boven. Hier, komt er nog een chest? Nee, hè? Midbos tijd. Oh, ik dacht dat je veel verder was met Jabu Jabu. Nee, joh. Oh. Oh, wacht even. Ik ben nu wel hier naartoe gegaan, maar ik ben één vergeten. Ik heb alle Chow Dungeon nu gedaan, hè? Ja. Maar ik heb die fucking cutscene niet laten triggeren. Waarin de Hyrule Castle gaat. Dus ik weet niet wat die Ocarina, wat nog moeite in de rivier is, nu is. Probably crap, maar... Schrijf 5 roepies. Ja, 5 roepies, ja. Ach, momenteel... Ik heb alles al gekocht, dus eerlijk gezegd kan momenteel alleen nog maar crap zijn. Yep. Kijk hoor. Wat zit er in deze chest? Hopelijk wel. Ik vind dit echt de meest kutte midboss ever. Nou, hij is niet zo lekker, die midboss inderdaad. Moet ik eens even een ding triggeren? Best. Loop ik eens even fikken naar fucking Kakariko. Gelukkig heeft dat beest een kleinere rol in Majora's Mask. Het enige wat hij doet is in de swampen twee plekken of zo blokkeren. Yep. Maar hij wordt geïnstakild door de boot. Dus dat is wel... Echt dus waar is waar de boot in Ocarina of Time? Ja. Ik zou zeggen, zoek op waar je boot is. Op een gegeven moment was de boot van Pokémon Movie 2000, die gaat gewoon een berg op. Ja, kom op, dat is ook praktisch. Heb je de fucking letter niet eens meer nodig? Wij gebruiken gewoon een boot. Oké, waarom heb ik moeite gehad met deze baas? Die baas niet. Andere baas. Ja. De andere baas is Peanuts, man. Ik kan me echt helemaal niks meer herinneren. Als je een zwaard hebt, dan. Als je zwaard hebt, dan. En niet een beperkte hoeveelheid hebt aan fucking Deku Sticks. Maar dat betekent wel dat je heel blij bent als je de upgrade tegenkomt van de Deku Sticks. Ja, klopt. Die heb ik al, verschilt. Ja, ik ook. Dat viel op zich nog mee. Maar de vorige keer had ik gewoon geen fucking Deku Sticks. Nou, what the fuck? Fuck this game, actually, fuck it! Waarom? Wat doet de game hier nou weer aan? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Gooi het in de groep. Oh, gewoon een Octorok die het goden is. Zijn niet alle Octoroks cholera? Waar normaal niet voor mij de prelude of light is... ...is 50 roepies. Ah. F? Tja. Ach, ik vind het prima. Zoals ik al zei, niks kan me echt teleurstellen, want heel veel items heb ik nu al. Het enige wat ik nodig moet hebben is... ...strength upgrade, mirror shield... ...en dan alle fucking dungeons. Maar misschien zo fucking heet in mijn kamer, echt kill me. Dat is inderdaad een goede vraag, want het was warm vandaag, maar zo warm dat het echt kokend is. Het is bij mij bijna sauna, godverdomme. Staat de zonlicht op jouw kamer? Ja, dat is hatelijk. Dat is echt heel kut. Ja, ik heb hem alleen 's ochtends heel even. Ja, nou, ik ook. Ik heb 's ochtends, dus bij mij zie ik hem ook letterlijk op. Zie ik hem ook letterlijk naar boven gaan. En pas rond een uur of 11 heb ik er geen last meer van. Ah. Dus is het punt. Vaak als het in de zomer is,
zijn mijn gordijnen ook dicht voor meer dan vandaag. Dat is wel het verstandigste. Met 30 graden op je bek, maar als 30 graden... Maar dan is het gewoon ook niet eens om mijn kamer nog te doen. Dan is het ook gewoon van, oké, sterf maar. Gaat die goed, Nando? Nou, ik word de hele tijd geraakt door die kut-bimo's. Dat is niet goed, Nando. Ik probeer alleen maar te klimmen en ik word geraakt. Ja, nou ja, dan pak ik maar bommen en dan kill ik hem en dan is het klaar. Oh, wacht. Ja, oké. Okay. Dan hoef ik hem niet te killen. Bundle of arrows. Goed bezig. Had iemand eigenlijk een Epona-song? Of is iedereen nog steeds fucking Highland Field door gaan lopen met de overboots? Ik heb Epona-song. Oké. Okay. Skulltula. Het enige wat ik echt kut vind aan Skulltula's is het feit dat ze gewoon niet met een hitmark te krijgen raken zijn. Met een hitmarker? Ja. Oh, met zo'n costing. Ja, dat jij het niet goed ziet. Ja. Het is ook een oude game voor niks, hè? Bost uit. Morgen, chef. Oh, ja. Weet je wat? Eerst ik de training kan, dan moest ik nog even die chest halen. Die vorige run die had niet kunnen checken. Kijk wat die nou eigenlijk een keer is. Nog een keer. Nou, wel handig. Dit was toch een vierde key? Nou ja. Kennelijk niet. Wauw, ik had Bad Boss bijna in one try. Goeie. Nou, hier... Oh nee, ik moet eerst die faro dingen verslaan. Is het klaar? Nou. Kijk even hoe snel ik over doe. Wat zou ik eerst doen? Eerst alles kijken hoe ver ik kan komen, of wanneer ik een keer heb mijn directe chest checken? Dan maar gelijk chest checken. Ja. Gelijk checken? Okay. Godverdomme, nou, echt die boomerang, jongen. Het is echt eigenlijk best een kut item. Met de klok mee of tegen de klok in? Tegen de klok in. Tegen de klok in? Oké. Okay. Ja. Ah, fuck. Ga ik de verkeerde kant op. Zonder kompas raak ik hier echt in de war. Niet more chest. Je had ook gewoon bij het begin met de trekker aan kunnen geven dat je het kompas en map gewoon had, hè? Ja, ach ja. Ik vond dit ook wel prima. Dan is het ook nog eens een stukje ontdekken. Oh ja, light arrows werken niet tegen die dingen. Hier... Hier is een ding. Oké. En Winky. Dus het zal echt de eerste keer zijn voor mij dat ik deze plek doe. Zo, hè, was klaar. Wauw, 44 gold Skulltula tokens. Ik ben heel blij ermee. Ik heb er 66. Ja. Want je hebt ook echt geen ruk meer aan. Ja. Ik collect ze wel, maar... Oh, kut. Wauw, ik krijg een recovery hart van de fucking baas. Nou, Nando, ik heb naar jou geluisterd en mijn beloning is weer een key. Nou, goed toch? Uiteindelijk heb je zoveel mogelijk nodig. Spare medallion. Ja, en nu moet ik nog weer wat keys gaan verzamelen. Oké, we gaan weer door met... Ik wacht even dat het nacht is. Nee. Had je niet de Sun Song gewoon? Nee. Ja. Ik heb hem. Oké. Wat song mis ik dan eigenlijk op dit moment nog? Ik mis er nog 6. 5, sorry. Moet ik het tellen? Ik mis alleen nog de Prelude of Light. Oh, alleen nog de Prelude of Light, oké. Okay. Even kijken, welke mis ik? Mis een bonus song. Nee, en de Sun Song heb ik zelf ook. Ja, goeie. Ja, en dan nog de Nocturne of Shadow. En
Ja, ik heb Bolero of Fire heb ik. Serenade of Water, Minute of Forest. De twee voor de Spirit en de Shadow heb ik nog niet. Yo, maat, kan het hier in het donker worden of wat? Nee. Oké, wat is de volgende taak? Het kan hier toch gewoon donker worden? Waar sta je? Gewoon buiten bij Jabba Jabu. Voor mij kan dat niet, als het niet donker wordt, kan het voor mij dan niet donker worden. Nee, volgens mij. Nee, ik had het al geprobeerd een paar sessies terug. What the hell? Je moet dan gewoon naar dat waterval gebeuren gaan en daar dan eventjes speedknop in rammen. Zo. Deurtje open. En dan heb ik de hamer nodig. Oeh. Nou, er is al sowieso één kamer waar ik niet in kan zonder Mirror Shield. Ja. Dus daar moet ik al, voor die kamer moet ik al terugkomen naar de Spirit Temple. Als ik niet de goede item krijg. Kijk. Mm-hmm. Light arrows kunnen weg. Een boog. Voor mij zie je dat laatste roepje. Dus... Go, 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 go. Tenzij de roepjes in het gat zijn, maar denk ik niet. Rush, nee. rush. Oh. Nou, kom maar door. Waar is de andere? Waar is de andere? In de bosky chest zat ook gewoon de bosky. Nice. Altijd wel lekker vanilla. Ja. Game, ik vind het niet erg dat je dit doet, maar gooi de spawn chest in de volgende kamer. Ja, oké. Ik heb de Mirror Shield nodig om de item te krijgen uit de dungeon. Jammer. Oh. Kijk, ik kan wel vast dit kapot bombarderen. Dan staat het alvast klaar. Ik ga toch deze plek iets beter nakijken, want ik... Ik kan mij niet wijsmaken dat hier geen ding... Your shield is gone. Goed bezig. Ah. Hier. Zo, klaar. Als spawnt hier echt geen chest wanneer hij is klaar. Dat vind ik een beetje flauw. Heeft het zin om hem alvast die kant op te duwen? Oké, blijkbaar spawnt hier dus geen... chest wanneer je de trouw hebt gehad. Ik schrik me de tyfus. Spant weer. Ik ben in de Spirit Temple. Ik spant ineens weer mijn grote vriend. Ik schrik me de tyfus. Wie? Oh, ik heb geen zwaard. Oh, ik heb geschild natuurlijk. Dus ik kan die attack niet doen. Dat is kut. Een van de meest damage in de attack kan ik gewoon niet doen. Shit. Oh, dat zijn geen spawned enemies. Goed om te weten. Reset. Ik ben maar aan de Spirit Temple begonnen. Ik bedoel, dat moet je toch deels child doen. Mhm. Loopt hij nou echt de afgrond in? Hij is de afgrond in gelopen. Are you fucking kidding me? Ja, kan gebeuren. Het scheelt jou weer heel wat tijd. Kijk, Gerudo. Kan je eigenlijk die fake doors kapot maken? Met de hamer. Of bommen. Duidelijk antwoord. Ja, toch? Nee, dan zeg ik ook duidelijk antwoord, want ik raak met de hamer en ik ben klaar. Ja. Even kijken. Ik wil die nog even checken. Dan maak ik gewoon even de ronde af. Reset. En dan god, Anubis. Ah, dat is niet fijn, jongens. Geef me geen rupees in een fucking training ground. Geef me zoveel mogelijk keys, please. Oh my god. Oké, mis ik hier iets? Weer de afgrond in! Jezus, game. Blijkbaar mis ik hier niks, dus volgens mij heb ik mijn ronde gehad aan die kant en dan moet ik die andere kant op. Okay. Oh my god, ik raak dat ding niet eens! Voor mij gaat het super goed bij Harm. Ja, ik hoor het. Dat is spijtig. Kijk hoor. Ik heb Epona Soul nodig.
Zo, hij is dood. Dat is goud. Doen we nog even twee checks. Eponna, vriend. Edgy, how is it? Lekker man. Let's ride into the sunset. Anarchy. Nou ja, dan gaan we er later maar even naar kijken, want echt. Waar ben je mee bezig? Nee. Kijk naar de audio... teringen, floormes, te gek! Goed bezig. Nee, mijn audiorecorder heeft hetzelfde probleem als afgelopen donderdag, dat opeens ik 10 seconden voorloop op de rest, dus... Oh. Morgen vroeg dan direct naar kijken. Dus dat betekent sowieso Harms audio gebruiken? Ja. Mijne gewoon even gebruiken voor te synken en dat is het. Ja, dat komt wel goed. Nee. Nou, zijn we weer goed bezig. Ja. Nou, ik ben in Corrupted Planning Grounds, dus eerlijk gezegd heb ik ook niet echt een idee van wat ik allemaal hier kan doen. Dus ik ben echt een beetje aan het handelen. Je hebt pittig wat items nodig. Het voordeel bij jou is wel dat je de Lens of Truth hebt. Ik kon bijvoorbeeld één kamer niet in, omdat ik die niet had. Want dat was de een of andere switch of zo die ik moest raken waarschijnlijk. Oh, de Lens of Truth heb ik ook. Ah, dan zou je ook al wat van de Gerudo Training Ground kunnen doen. Je hebt wel pittig veel items nodig. Stop Epona. Stop Epona. Oké. Nou. Daar. Oké. Okay. Dan zat er hier een cave voor de Song of Storms. Ja. What the f... Geen idee. Ah, oh, fuck off game. You can now pick up more Deku Sticks. Ja, hartstikke leuk. Stop ze maar terug in de chest en dan kun je ze later weer oppakken. Net zoals in Twilight Princess. Succes met je back. Nou, kom maar door. Wat is het volgende stuk? Kijk, item nummer 1. Skulltula. Ja, Skulltula. Item nummer 2. Nog Skulltula. Ja, het is echt zo. Ja, dat heb je, endgame. Dat je alleen maar trash eigenlijk, meer trash gaat krijgen. Yep. Even kijken, wat kan ik nog meer? Shadow Temple, ja, dat is kut. Angel's Adult. Wat is dit dan? Lost Woods Above Stage. Welke stage ook weer? Nou, maakt niet uit. De stage. Ja. Stage? De. Ja, maakt niet uit, denk ik. Reset. En dan geven we die Big Po. En dan gaan we maar weer terug naar Child for Bottom of the Well. Dan hopen dat... Die is unlocked, maar... Hopen dat daar dan wel wat in zit. En wat ik nodig kan hebben. Als ik meer een shield is, gelijk terug naar Spirit Temple. Dan heb ik die gehaald. Ik kom later nog even terug. Is even kijken. Hallo, ik kom een Big Po inleveren. Ja. En wat krijg ik hiervoor? Don't know. Een upgrade voor mijn Deku Sticks. Goed bezig. Tja, nou ja, hij heeft zelf ook een Deku Stick in zijn hand, dus ik snap wel waarom hij dat dan geeft als prijs. Ah, dit was de grap. Duidelijk. Nou, dan gaan we maar weer terug naar Child Link. Echt. Game, als ik iets raak met een fucking hookshot, vind ik dat het dat op zich mee mag tellen als een bow and arrow, maar oké, ver en af. Oh, bigger quiver, oké, nice. Goeie. Heb ik de child cuckoo dan? Ik heb toch de adult pocket cuckoo. Kut game. Geeft hij aan dat ik de trekker
geeft hij aan dat ik de Child Eye heb. Maar die heb ik helemaal niet. Oh, ik moest dat ik alleen die keys killen. En dan gaat die helpen.